We zijn weer op bezoek bij Loek, dit keer vanuit Amsterdam, want als vertrekkend voorzitter is zijn agenda voller dan ooit. Ik ga een aantal verschillende dingen doen. Een van de voor MKB meest relevante dingen is dat ik sinds een paar weken geleden ben gekozen tot voorzitter van de UEAPME. Dat is de Europese samenwerking van MKB-bedrijven. Het zijn 27 landen, vertegenwoordigen 12 miljoen bedrijven. Wat hebben wij Nederlandse ondernemers daar nog aan? Nou, heel veel, hoop ik. Dat wil ik ook echt gaan doen. Dus namelijk ervoor zorgen dat we dus de Europese regelgeving en de Europese manier van aanpak, dat we die echt op de maat van het MKB laten komen. Want heel veel regels komen al uit Brussel. Dus aanwezig zijn in Brussel als die regels gemaakt worden. En als die regels gemaakt worden dat ze op maat zijn voor het MKB, is van een erg grote betekenis ook voor ieder MKB-bedrijf in Nederland. De opvolger die zal zich ongetwijfeld, net zoals wij de afgelopen jaren gedaan hebben, moeten blijven richten dat de politiek goed blijft begrijpen dat als het over wet en regelgeving gaat, als het over beleid gaat, dat je eerst moet uitgaan van de kleine ondernemer. Daar zijn er 700.000-800.000 van in Nederland. Dat is de ruggengraat. Die mensen verdienen eigenlijk gewoon dat geld. Dat is het allerbelangrijkste. Die hebben grote bedrijven nodig omdat ze daaraan kunnen leveren. En grote bedrijven hebben hen nodig omdat ze anders niet eens kunnen bestaan, die grote bedrijven. Dus het gaat erom dat de opvolger heel goed dat voor het voetlicht weet te krijgen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste voor de komende periode. Blijf jij ons ook informeren via Twitter? Je bent ermee gestart. Ja. Maar ga je het ook doorzetten? Ja, ik ga het zeker doorzetten. En ik blijf ook in het gebouw van MKB Nederland met een klein kantoortje zitten. Omdat daardoor de lijn met Europa heel goed kan worden gelegd. Ik denk dat dat een versterking kan zijn over MKB Nederland. Dus wat dat betreft, jullie zijn nog niet van me af. Welke aflevering denk jij dat het best bekeken is op YouTube? Dat is heel moeilijk. Ik denk die over voetbal. Nou, dat is het minst goed bekeken. Ach. Wat het best bekeken is, hoe inspireer jij jezelf, Loek? Ach, hoe bouw kijk, jij je eigen ja, energie? Ja, ja, ja. De enige manier om echt inspiratie te blijven opdoen, is te zorgen dat je uit die sleur raakt. En dat je probeert iedere keer weer wat anders te gaan doen, iets nieuws te gaan doen. Blijf praten over de persoon Loek Hermans. Heel veel succes bij UAP en ook wellicht in de Eerste Kamer. Dankjewel. Dankjewel. En we heel hopen veel succes. Te mogen zien in 2011. Ongetwijfeld en heel veel succes ook, u allemaal. En MKB Nederland samen met het VNO maakt er wat moois van. Ik blijf het met grote belangstelling volgen.